zij is alles, 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 alles in één. Immers presenteerde Sander Nielsson vandaag zijn debuutalbum Zo van Ah Yeah. De sing-songwriter die bekend werd via het programma De Beste Sing-Songwriter van Nederland had er duidelijk veel zin in. Ja, dat is te gek. Dat is iets waar ik al heel lang naartoe leef. En ik ben blij dat het eindelijk zover is, man. Het is een hele frisse, energieke, vrolijke, Nederlandstalige plaat geworden. Een tikje eigenwijs. Net even wat anders dan wat je al kent van het Nederlandstalige. En elk artiest heeft een ander rugzakje. En in mijn rugzakje zit drummen, rappen, gitaarspelen, zingen. En die combinatie maakt iets apart. Nielsson overhandigde het eerste exemplaar aan zijn trotse vader. Die raadde zijn zoon in eerste instantie af om in de muziek te gaan en had het succes dus ook niet verwacht. Hij was wel altijd met muziek bezig en zijn hoop was daar wel op altijd. Dus vandaar dat ik helemaal meegegaan ben met hem en gezegd heb van joh, dan moet je je eigen toekomst volgen. En toen zei hij, dan ga ik het maken ook. En eigenlijk heeft hij dat natuurlijk waargemaakt op dit moment. Tegenwoordig staat hij helemaal achter me. Maar ik vond het dan zo leuk om met dat verhaal in mijn achterhoofd, om dan inderdaad het eerste exemplaar aan hem te overhandigen. Ik had dat echt niet verwacht. Ik denk, ik moest hem kopen. Dus ik denk van, nou ja, of daarna. Maar niet op deze manier, zeker niet. Op het album staan naast nieuwe nummers ook zijn eerste singles Hoe, Mannenharten en Beauty and the Brains. De nieuwste single Kop in het Zand staat op dit moment 7e in de tipparade. Ondanks eerder succes durft Nielsson nog geen verwachtingen uit te spreken over het album. Je hoopt altijd, kijk, je maakt een plaat en je hebt er zoveel werk en energie in zitten. En dan hoop je natuurlijk dat je daar hoge ogen mee gooit. Maar is voor mij in de basis niet het belangrijkste. Ik vind het belangrijkste dat de mensen mijn muziek waarderen. Dat ze er blij van worden, dat ze er gelukkig van worden. Dat ze even hun zorgen kunnen vergeten en gewoon lekker naar de plaat kunnen luisteren. Met het album kan Nielsson aan de bak met optreden. Vader en zoon hebben in ieder geval vertrouwen in de toekomst. Hij is continu bezig met muziek maken weer, samen met zijn compagnons. En als je daar dus zo nu dan ook eens iets van opvangt, dan denk ik, hij gaat gewoon door. Mijn focus ligt nu op de plaat en de single. Ik ben heel hard aan het repeteren voor mijn clubtour. Ja, dat wordt te gek en daar ligt nu mijn focus op. Maar ik hoop natuurlijk in de toekomst. Weet je, ik ben een hele ambitieuze jongen en wat mij betreft ga ik later eigen festivals organiseren. Ga ik zelf een keer een stadion vullen. Tuurlijk, weet je, dat zijn mijn dromen, maar ik ben in de basis al gielukkig. Ik kan leven van mijn muziek. Nielsson staat binnenkort onder andere in het voorprogramma van Guus Meeuwis en op de festivals Concert at Sea en Paaspop.